feesten op de daken. Oh, 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 oh. Bij Pieter feesten op de daken. Inmiddels, hoe bijzonder is dat? Dames en heren, jongens en meisjes. Natuurlijk ook ooms en tantes, opa's en oma's die er vandaag niet konden bij zijn. Spectaculaire intocht van Sinterklaas in Oosthuizen. Hoe bijzonder is dat? Wij mochten halverwege opstappen. Ze zijn speciaal voor ons nog langs een kade gegaan. En we zijn nu onderweg naar Oosthuizen. En ik vind het heel bijzonder, Wim. Dit is voor het eerst dat ik ook mee mag varen. Ik vind het gewoon heel spannend. En er wordt ook heel veel gedaan hier. Er is onderdek, bovendek, iedereen is bezig. Ondertussen zijn ze maar aan het zwaaien. En ja, kijk, er stoppen zelfs auto's. Ik doe even mijn capuchon af. Dan kunnen we ook even meekijken. Auto's die stoppen. Nou, dat is toch wel allure hier. Kijk eens, we hebben een cameraman aan boord, zeg. Sinterklaas. We hebben een cameraman. Sinterklaas, ik vertel net. Ik zie helemaal niemand. Sinterklaas. Ja, mevrouw, wat is er? Ik vertel net hoe bijzonder het is dat we gewoon mee mogen varen. Nou, het is al bijzonder dat ik er ben vandaag. Vindt u ook niet? Ja, nou, het was wel even tegenslag, heb ik begrepen. Het is dat ik een goede staf mee heb. Daar heb ik aardig wat steun aan. Ja. Maar voor de rest was het een hele vervelende week, mag ik u wel vertellen, ja. Ja, maar ook het weer is, zit er niet mee. Hoe was het in Spanje? Nou, in Spanje was het op sommige delen wat nat, maar bij ons was het minder nat en aardig mooi weer. Ja. Ja, en dan, kijk, het is altijd mooi om hier in Oosthuizen te zijn, hè, natuurlijk. En ja, dan is het heel aardig als je ook een beetje mooi weer hebt. Maar ja, met dit weer, ik voel alleen maar nattigheid. Echt, dat was onderweg al zo, allemaal ellende. Ja. Ja, maar nattigheid is het. Maar ik zal u vertellen, weet u wat het was? Kijk, u heeft het Sinterklaasjournaal een beetje gevolgd. Kijk, we hadden geen stuurman meer, hè? Oh. De stuurpiet was weg. Ja. Ja, nou ja, en dan moest iemand stuurloos. Anders. We waren een stuurloos schip. En toen moest er iemand anders gevonden worden. Maar er was niemand die de boot wilde sturen, zeg maar. Ja, en uiteindelijk hebben we zomaar een piet genomen. En we hebben een koers in hoofdlijnen uitgezegd. En af en toe een ruk naar rechts. En uiteindelijk zijn we weer op de goede plek gekomen. Oh, wat fijn. Wat fijn. Wat een geruststelling dat u alsnog hier kon zijn. Ja. Hier hebben we hoofdpiet. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag mevrouw. Mevrouw Serea weer, hè? Ja. Ja, ik heb er zo naar uitgekeken. Altijd een eer om in Oosthuizen te komen. Sinterklaas zei het al. En ik sta te popelen eigenlijk om met u te praten. Want ik heb een verrassing voor Sinterklaas. Sinterklaas weet daar nog helemaal niks van. Nou. Kijk, we hebben natuurlijk nu zo snel, maar voorheen hadden we Americo. Ja. Nou, aankomende week gaan wij Sinterklaas in Renigen met Americo. Ach, wat leuk. Omdat Americo van pensioen geniet in het bejaarde paardencentrum in Soest, nemen we Sinterklaas mee naar Americo. Oh. Dus ja, ik dacht dat hij heeft u een cliffhanger. Dat is toch superleuk! Goed voor jou, toch? Ja, dat gaan we doen. Ja, verrassing. Oh, nou dus. En, het wordt één groot feest. Eén groot feest. Nou, dat is toch superleuk. Oh ja, nou. Kijk, we hebben bootlopers, zie je dat? Ja, en hoe is het in Oosthuizen? Zijn er flink nieuwe mensen komen wonen? Ja, het is volop. Ik heb begrepen dat het echt mensen staan op de kade, ondanks het weer. Nou, Sinterklaas blijft populair. Ja, gelukkig wel. Ja, gereed. Voldoende nieuwe kindjes. Ja hoor. Oh kijk, daar staan ze al op de kade. Kijk Wim, zie je, daar staan ze al speciaal langs de kade voor Sinterklaas. Was het allemaal maar zo leuk als allemaal kinderen langs de kant, hè? Maar we hebben nog een hoop zorgen, mevrouw Serea. Ja. Een heleboel zorgen, ja. Komt goed, Sinterklaas. Nou, komt goed. We gaan ervan uit dat het goed komt. Dag, lieve kinderen. Hallo. Ach, wat leuk. Kijk nou. Daar staan ze. Ja hoor. Onze pieten. De pieters die pepernoten gooien. Onze eerste fans. Onze eerste fans. Ja. Zullen dat onze laatste fans zijn? De fans van het eerste uur. Dag meneer. Hey buurman Frans, alles goed? Keurig. Niet verkopen, hè, die beelden. De pieten. Ze mogen naar Denemarken. Hoe ging het vandaag?
de overtocht. Al dagen staan jullie onderweg, heb ik begrepen. Dat klopt. Het ging erg goed. En we zijn blij om alle kinderen weer te zien langs de weg. En zo direct bij de brug, super druk. En we hebben er super veel zin in vandaag. Ach, wat leuk. En ik heb begrepen dat er wat, toch wel hommeles was, weer op de boot. Kan je daar iets over vertellen? Of... Nou, toen we aankwamen, was de boot later bij de kant als verwacht. Maar we konden er nog op springen, dus daar zijn we erg blij mee. En we vinden het leuk om er te zijn met z'n allen. We gaan er weer een feestje van maken, dames en heren. Och, en jongens en meisjes. Jacob, je moet naar een stuurboord. Ja, och, ja. Nou, ik denk dat ze pepernoten gooien ze langs de kades. Ik heb het idee dat hij zwaar aan de drank is, maar... Ik ben net wakker. Dag Pieter. Hallo. Hoe gaat het met jullie? Nou, het was een barre tocht. Ja. Heel veel stoplichten tegen. Ja. En ik heb wel heel veel bruggen open gezien. Heel veel. Ach. En we mochten maar 30 varen, hè? Ja. We mochten maar 30 varen. Dus we mochten niet heel hard. En wat vond jij ervan? Ik vond het heel leuk. Alle leuke kinderen begonnen te zwaaien. En alle bruggen open. Het is gewoon één groot feest. Ondanks de vertragingen die ze hebben gehad, Wim. Nou, het blijft een groot feest. En de Pieten hebben er weer veel zin in. En zodra ze die blije gezichten ook zien, nou, daar doen ze het dus voor. Zoveel vertraging hebben ze gehad. En tegenslagen. En ik heb ook begrepen dat er iets met pakketjes aan de hand is. Met cadeaupoppie. Ik weet het allemaal niet. Dat is het leuke. Als je dus op zo'n boot meevaart, dat je toch de dynamiek van zo'n overtocht meekrijgt en waar ze allemaal tegenaan lopen. Het is toch wel een organisatie. Echt. Goedemiddag weer. Nou, kijk. Ach, wat leuk. Daar zie ik. Ja, ik word dan weer afgeleid. Dan zie ik weer kinderen die zo leuk aan het zwaaien zijn. Met een kleurplaat in hun handen. Nou. Stranden zo, ja. Ja. Draaien! En de boot gaat heen en weer. Hij is dronken. Hij is echt dronken. Ja. Nou ja, Sinterklaas had het er net al over. De stuurpiet is er dus niet. Dus het is een beetje heen en weer. Ik heb begrepen dat er een stuurman aanwezig is. Ach ja, kijk Sinterklaas. Kijk Wim, dat is een mini Sinterklaas. Ik zie... Ik kijk allemaal Sinterklaasjes en Pietjes. Hallo allemaal. Ach, dat is toch leuk. Oh, de pepernoten worden gestrooid langs het water. Bij de huizen. Nou, en ja, helaas. We moeten af en toe ook de camera schoonmaken. Want ja, het is Nederland natuurlijk. Het blijft regenen, helaas. Maar mag de pret niet bederven. Ik zie een heleboel mensen staan op de brug. Piet, wat vond u nou van de overtocht? Nou, ik vond het nogal wild gaan. Heen en weer. Deze is ook heen aan het weren. Nee, dat is... nee. Zet mij maar op vaste wal. Beter. Dat begrijp ik. Ja. Nou, we komen dichterbij. De eindbestemming. En daar staat het al groot. Welkom Sinterklaas in Oosthuizen. We hebben een heel jaar lang moeten wachten op zijn komst. En toch een barre overtocht met heel veel tegenslagen. Maar hier is hij dan met zijn pieten. En wat een dolle boel is het. Fantastisch. Dan zie je alle blije gezichten.
langs het water staan. Nee, nou, daar geloof ik helemaal wat niks pieten van, die al eerder zijn gearriveerd, die al pepernoten aan het uitdelen zijn. Dansend langs de kade. Regelpiet gaat helemaal uit zijn dak hier op de boot. We gaan onder de brug door. Nou, die heeft er veel zin in. Oh, jongens. Hier word ik toch ook zo blij om. Ja. Ja. Wat een drukte. Het mag de pret niet bederven. De regen, de wind. We zijn inmiddels gearriveerd. De kerk, fantastisch mooi belicht ook. En ja, het is de werkkamer van Sinterklaas, hè. En we gaan nu achteruit. En we gaan, als het goed is... Oh, ja, het blijft toch wel spannend, hoor, op zo'n boot. Het is ook mijn eerste keer. En ik zie heel veel blije gezichten. Oh, we liggen nu aan deze kant. Ja, Sinterklaas. Oh. Ah, dat kan veel harder. Hallo Sinterklaas. Ach, nou, dit is toch super tof. Wat een feest, wat een feest. Wat een feest ook wel weer. Ja. Nou, regelpiet. Ja. Het is toch wel een geregel, ook zelfs het aanmeren. Ja, ik vind het wel spannend, hoor. Ik denk dat alles wel voor elkaar is. Ja? Ik heb alles onder controle. Maar we moeten nog een paar dingen uitzoeken. Want er zijn nog wel wat probleempjes met inpakpapier. Oh, echt? Cadeautjes. Oh, ja, dat had en ik al begrepen. We zijn al een beetje laat natuurlijk. De brug allemaal nou, dicht. Nou, hou je vast. En een nieuwe schipper. Ja, die is... Dat heb ik begrepen. Maar het komt altijd in de buurt. Zeker. Super. Ja. Oh, oh, oh. Hey. Oh, super. Bukken, bukken. Bukken. Kan de brug open? Wat een drukte. Kijk hoe... Wat een drukte. Had u dit verwacht? Nee, hoe raar het aankomt. Ja. Kijk. Sinterklaas, Sinterklaas, hij blijft toch immens populair, Sinterklaas. Jaar in, jaar uit. En de Pieten natuurlijk. Een regelpiet gaat helemaal uit zijn dak al. Het blijft een groot feest. Nou, alles is geregeld. Zo niet vandaag, dan morgen. Nou ja, we hebben nog een kijkje. En onze loco-burgemeester is er ook. Nou, wij gaan als eerste... Pas op. Nee, dat is oké. Kom maar. Oké. Wacht even, hoor. Ik vind het toch wel een beetje eng. Ja hoor, dat kan ik. Ja, welkom. Welkom, Sinterklaas! Welkom. Sinterklaas wordt nu welkom geheten. Blij dat u nu weer bent. We zijn natuurlijk weer heel blij dat u Oosthuizen weer heeft kunnen vinden. Ja, dat is wederzijds natuurlijk. Wij zijn ook heel blij om hier uiteindelijk weer aan te kunnen komen. Jazeker. Ja, want we hadden natuurlijk al vernomen. Het was natuurlijk weer een hele klus. Met al die bruggen die niet open wouden. En ja, dat soort dingen allemaal. Dus ja, u was zelf niet helemaal... Nou, ik zal u de details besparen als we zometeen bij dat podium zijn. Want ik neem aan dat we die kant op gaan. Dan zal ik iedereen even updaten, zeg maar. Goed. Ja, dat is goed. We gaan even gewoon langs. We hebben wel even de loco-burgemeester ingesteld. Ja, die had ik al een hand gegeven. Dag, loco-burgemeester. Wie zou er ook doen? Doe een high five. Ja, zo, nog één. 1, 2. Ja! Ja, nou, hoes. Mooi is dat om de blije gezichten te zien van de kindjes. Met hun verlanglijstjes en kleurplaatjes. En kleine handjes gevuld met een paar pepernoten. Jullie mogen wat langer opblijven. Hij is zo nieuws. Oh, kijk eens. Ook een mooi pieterpetje op. Kun je het allemaal weer maken? Lukt het, mevrouw Roos? Hallo. Zit een randje? Hey, hallo. Wil je mij een randje geven? Of wil je Sinterklaas een handje geven? Sinterklaas, nou hij is onderweg. Oh, hij loopt hier achter mij. Hallo. Mag ik doen? Hallo. Hallo. Zo, allemaal high five. Jij ook nog. Ik ben voor je eigen begonnen.
En deze grote jongen. En een box. Ja, dan moet je wel raak slaan, hè? Ik sta hier inmiddels op podiumwagen. Een super drukke. Oosthuizen staat hier op Sinterklaas te wachten. En ik zie hem al eigenlijk aankomen. Langzaamaan loopt hij door de menigte. Kom best onuit, ik kan je weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe het volgt zijn paardje, het dek op en neer. Pieter ook zien. Hoe waaien de rimpels al heen en al weer. Zijn Piet staat te lachen en roept ons mee. Zijn zakken af, kom. Toen het is vrij lekker zwiet. Stout is de roep. O lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. En rijd dan niet stilletjes van huisje voorbij. Nou, jullie hebben fantastisch gezongen. En ik ben daar heel blij mee, lieve kinderen. Want ja, ik ben nog een beetje ziek, weten jullie wel. Ik ben een beetje bibberig, ik ben een beetje zwiebelig. Maar gelukkig heb ik een mooie staf en die houdt me een beetje in evenwicht. Ja, en... Ja, en nou zijn er ook wat problemen. Hebben jullie dat van die cadeautjes gehoord? Dat die allemaal in kerststukken hier zitten? Klopt dat? Sinterklaas, we hebben het niet alleen gehoord. Oh ja, ik zie het. Hier staan ook cadeautjes in kerstpapier. Nou, zie je wel. Regelpiet, waar ben je? Ja, hier Sinterklaas. Nee, maar kijk. Ik regel alles direct. En goed! Ja, maar ik heb je op de boot al gaan zien bellen en appen en heb je dat dan ook steeds niet geregeld? Sinterklaas, ik ga nu uitzoeken hoe het zit. Ik ga nu naar de Pieter. Nou, gelukkig. Weet je wat? Hoofdpiet, kom er eens even bij. Meneer de loopbouwburgemeester, loopt u ook mee? Zeg, Ik heb er een hard hoofd in, Sinterklaas. Dat het goed komt. Regelpiet, hij heeft er een jaar de tijd voor gehad en nu hebben we dit. Nou, het komt wel goed. Je moet een beetje vertrouwen houden. Hij had één taak, toch? Eén taak. Hij regelt alles, ja. En organiseert alles, ja. Dus dat valt wel mee, hè. We zijn niet allemaal multitasking. Maar ik heb begrepen dat hier een heel leuk streetdanceclubje is. En die zouden een heel leuk dansje gaan maken. Klopt dat, lieve kinderen? Nou, ik denk dat de kinderen hier het ook wel willen zien. Ja, nou dat zijn er wel een hoop, hè? Allemaal in pietenkleding. Zo. Nou, zijn jullie er al klaar voor om te dansen? Hebben we dansmuziek? Nou, daar gaat hij dan, hè? Let op. Daar komt hij. Groep 2 is per ongeluk bij groep 1 terechtgekomen. Hoe lang heeft hij hierover gedaan? Met me mee. 2 weken hebben ze goed. De kip. Applaus voor jullie hoor, wat goed zeg. Hartstikke leuk. Nou, mag ik even storen, inderdaad? Ja, natuurlijk. Want er zijn hier een paar ouders en die zijn op zoek naar een kind. Oh, hij is terecht hoor. Oké. Hebben we dat? Ja, dat krijg je ook natuurlijk als het wat drukker is. Okay. Dat je door de enthousiasme ook even af en toe je kind uit het oog kan verliezen. Goed gedaan, meiden. Super. Ja, Sinterklaas, ik had dit natuurlijk al lang bedacht allemaal. Hè. Hoe is dit nu mogelijk? Want kijk, ik ben toch uw allerbeste regel, Piet. Oh ja.
Nou, wat heb je dan geregeld en opgelost? Ja, eigenlijk een beetje lastig. Kijk, de Pieten weten het eigenlijk niet precies. En kijk, ze letten natuurlijk wel op elkaar en ze gaan beter op elkaar letten. Maar kijk, nee, ik ga nu uitzoeken wat de oplossing is. Ja, maar Piet, dat wisten we allemaal al. We lopen enorm achter met al die verkeerde pakketjes. Die kinderen willen allemaal vanavond hun schoen zetten. Ga je uitschrijven? Kibbel, jullie lijken wel kinderen. Wat moeten die grote kinderen hier wel allemaal niet van denken? Zeg. Heb ik allemaal geregeld. Ja, Piet, op, ga jij nog maar terug naar die cadeaupieten. En zorg dat het geregeld wordt. Tjonge. Nou, zit de laatste ook nog dat het dan wel een beetje op zijn pootjes terecht gaat. Ja, meneer de burgemeester, want zo mag ik u toch wel noemen. Dat heeft u niet op zo'n gemeentehuis, hè? Dat gaat alles goed, hè? Over rolletjes, zeg maar. Ja. Goede proces aanspreken, hè? Dan gaat dat altijd goed. Ja, proces. Juiste taal. Hoofdpiet, let nou eens op. We moeten het volgend jaar anders doen. We moeten het goed regelen. Taken verdelen en zorgen dat het goed komt. Zeg maar, ik dacht dat ik Anne Fleur weer zag met een groepje. Ja. Met magie erbij. Ben je klaar voor pakjesavond? Want die mooie tijd komt weer dichterbij. En iedereen is blij en samen. Klonk, wie is daar? Zie ik daar nou Sinterklaas? Paardje in de stallen, bijen, pieten overal. Klonk, wie is daar? Zijn de pepernoten klaar? Pakjes in de hand, bijen, koppies overal. Bijen, zegt, nou, jullie deden het hartstikke goed, hoor. Hartstikke goed. Een applaus voor jullie. Top. Jonge Piet. Ja, zijn nog allemaal jong en lenig en ze bewegen nog zo goed. Nou, dan ben ik te stram en te strijd. Vooral u. Die kunnen later op een werkloos in de plaats. Ja, dat is toch wel een volging moet worden. Ja, wat is er, Piet? U bent nog hartstikke soepel en fris en fruitig. Nou, ik ben helemaal niet soepel, fris en fruitig. Dat ben jij. Ik zag je laatst bij de Pieterdisco. Nou, ik stond stiekem op een hoekje te kijken, lieve kinderen, want dat mag eigenlijk niet, hè. Maar ik keek wel. En je ging me daar tekeer, zeg. Een dubbele flikvlak, drie keer in de ronde, helemaal uit je pak. Een dak, bedoel ik, sorry, ja. Uit je dak ging je. En, het was fantastisch. In en uit, door de deur of de haard, pak die wortel voor het paard. Ongestoord en niemand die ons ziet. Of het stormt of het sneeuwt, oh echt niks is ons te veel. Ons geheim, ons terrein, ja het dak is ons toneel. Oh deze nacht is onze favoriet. Die wortel voor het paard, ongestoord en niemand die ons ziet. Oh,
groot applaus voor jullie zelf. Een hartstikke groot applaus voor jullie zelf. En natuurlijk ook voor de kinderen daar en die opa's en oma's. Goed gedaan, meiden. Super goed gedaan. En ook een applaus voor het Sinterklaascomité die deze mooie intocht toch weer mogelijk heeft gemaakt. Jongens, allemaal even een heel hartelijk applaus. Ja, daar gaat ie. Ja, en dan ga ik u weer even storen, Sinterklaas, want we zoeken een ouder, hè? Ja, zoeken we nou al. Ja, we zoeken een ouder, want Koen die staat hier aan de zijkant van de auto. Koen. En Koen die is op zoek naar zijn vader en moeder. Dus mocht hier een ouder in de rondlopen die zijn zoontje Koen kwijt is, aan de zijkant van de auto staat het Sinterklaascomité. En daar kunt u Koen weer ophalen. Oh, nou gelukkig zeg. Dus Koen is ook weer boven water. Zeg, lieve kinderen. Lieve kinderen, hebben jullie je verlanglijstjes allemaal klaar? Ja. En zijn jullie allemaal lief geweest dit jaar? Ja, en zijn alle papa's en mama's ook lief geweest? Wat hoor ik nou? Hoor jij nou wat ze zeggen, Piet? Ja. Nou, zijn alle papa's en mama's lief geweest? Ja, toch wel. Ja, toch wel. Ja, toch wel. Ja. En nou zullen we het even aan de papa's en mama's vragen. Zijn alle kinderen lief geweest? Maar de meningen zijn verdeeld, Sinterklaas. Zo, ja, nou dat is geen eenduidig besluit, zeg. Nee, niet echt. We hebben eerst een rechter en een linkerkant. Zeg, maar zal ik u eens wat vertellen? Nou, burgemeester, dat is ook wel een politiek idee. We hadden vanavond nog bijna, gisteravond, bijna nog een rel aan boord. De Pieter wilde niet meer werken. Die wilde ermee stoppen. Ja, ze wilden geen cadeaus meer inpakken, ze wilden niet meer koken, ze wilden geen liedjes meer dichten, ze wilden helemaal niets. Helemaal niets. Nou, toen hebben we heel lang bij elkaar gezeten, heel lang erover gepraat. En ja, gelukkig hebben ze gezegd, we gaan door. Ja, dan zouden die kinderen geen cadeautjes krijgen. Nee, en dan hadden die niet eens aangekomen. Wat? Ja. Oh, kijk eens, daar hebben we Regelpiet. Zeg Regelpiet, wat loop jij daar te paraderen? Heb je nieuws voor ons? Niet ons. Heb je het geregeld? Ja, Sinterklaas, oh, ik heb het echt geregeld. Oh. Kijk, door de inzet van ons en de Pieten bij elkaar. Let, ja. Oh, ja. Kijk, wij zijn erachter gekomen dat er lege doosjes tussen de pakketjes zitten. En sommige zijn in kerstpapier ingepakt. Jongen, maar dat wist we toch allemaal? Heb ik gezien. Ja. Oh, lekker. Nou, zoveel waren wij ook al. Ongelooflijk toch? Echt. Wanneer kom je met een echte oplossing? Blijft dit nou zo? Ja, een oplossing, Piet, je hoort het. Het regelt. We moeten met een oplossing komen. Ja, jongens, weet je wat? Gedraag je nou even professioneel. Ga nou gewoon even een oplossing realiseren. Wat een heisa allemaal. Ja, schiet nou maar op. Sinterklaas, ik vertelde het alleen om u even te updaten. Oh. Maar ik ga het nu oplossen en regelen. Ja? Nou, we zijn geüpdate en jij mag het regelen. Goed? Tjoe, jongen. Nou, Sinterklaas, ik denk dat het tijd voor u is om even te ontspannen. Zullen we juf Anne Fleur vragen voor nog een dansje? Nou, dat mag altijd natuurlijk. Dan heeft Piet net de tijd om het uit te zoeken. Nou, is juf Anne Fleur er nog of is juf Anne Fleur naar huis toe? Die is denk ik naar huis toe. Ja. Misschien een ander leuk liedje opzetten. He? Die is al naar huis. Die is al naar huis, maar we kunnen even een dansliedje opzetten. Dan gaan we de rest van het... Nee, okay. Nou, ondertussen zijn er twee Pieten aangekomen en ja. Volgens mij is hier de oorzaak. Doe maar. Je kan het, het is allemaal mijn schuld. Ik schaam me zo. Ja, maar je hoeft je toch niet te schamen, meisje. Vertel het gewoon. Oh, ik ga toch even hier staan, want ik vind het wel heel bijzonder wat hier allemaal gebeurt. Ja. Hoe zeg je dat? Ja. Ik ben verliefd. Verliefd? Ja. Oh. Oh jongens, onze cadeau Piet is verliefd. Nou, dat is toch helemaal niet erg. Het is toch heerlijk om verliefd te zijn. Dit kan een hele goede reden zijn dat je verkeerd gaat inpakken. Je moet aan cadeautjes inpakken. En
ja, dan zet ik cadeautjes in kerstpapier in te pakken en levenpakjes. Omdat ik vooral met mijn hoofd ergens anders ben. Ja. Nou, weet je wat? Wie is jongen, de gelukkige ach, eigenlijk? Dames en heren, jongens en meisjes. Kijkers thuis, we hebben toch hier een super leuke Piet die verliefd is. En die dus blijkbaar verantwoordelijk is voor inpakken. En wat doe je als je verliefd bent? Ja, dan ben je gewoon met je hoofd er niet bij. En ze heeft dus kerstpapier gebruikt. Kerstpapier en lege doosjes ingepakt. Maar volgens mij vergeven ze haar wel heel snel. Dat doen ze wel. Prachtig mooi natuurlijk, maar er is een tijd van gaan en komen. En gekomen zijn we al, dus we willen graag gaan. Het begint te regenen, Sinterklaas. Zullen we naar binnen? Nou, zullen we uw werkkamer? Ja, nou, dat vind ik allemaal prima. Maar we moeten wel wat afspreken natuurlijk. Hè? Dat je van nu af aan alle cadeautjes en niet geen lege doosjes inpakt. Hè? Gewoon cadeautjes. En ook in het goede papier. Ja? Spreken we dat af? Ik zal vanaf nu alles goed doen. Hartstikke mooi. En weet je wat? Misschien willen die lieve kinderen je zometeen wel helpen in onze werkkamer hierachter. Is dat wat? Met cadeautjes inpakken, dat kan allemaal in de nieuwe werkkamer zometeen. Nou, dat is goed. Nou, Piet, had jij het erover? Dag. En we groeten aan je liefde, hè? Zeg Piet, had jij het er nou over dat we moeten gaan? Ja, het is een beetje. Ja, Sinterklaas, het steeds aan het regenen. Oké. En we willen allemaal nog even een beetje droog naar uw werkkamer toe. Dus ik ga u verzoeken. Sinterklaasje, kom maar binnen met je kind. Want we zitten allemaal in verrecht. Misschien heeft u nog even tijd voor dat u weer naar Spanje rijdt. Oh, ik geef ook even een handje aan Piet en aan Sinterklaas. Hoe vindt u het hier? Die zijn niet verhuisd, ze staan bij de deur. Ja, ze staan bij de deur. Van de kerk. Iedereen wil heel graag naar binnen. Dus het is wel een hele hippe Sint-muziek. Hele hippe muziek. Ik ga prachtig kijken. Iedereen springt mee. Daar krijg je het wel warm van. Het blijft wel een superfeest hier. Het blijft elk jaar in Oosterhuizen. Dat blijkt wel weer georganiseerd door het Sinterklaascomité, door de collectanten, alle vrijwilligers uit het dorp. Hoe mooi is dat, dat je hier in Oosterhuizen, een klein gemeenschap en natuurlijk ook Warden, hè, mogen Warden niet vergeten, dat ze toch weer zo'n groot feest van kunnen maken. Ik heb begrepen dat de werkkamer straks open gaat en hoe de werkkamer, ik heb ook een bed gezien, ja, ik heb het zojuist vanmorgen nog even bekeken. En ja, toch wel heel spannend om zo van dichtbij te kunnen zien wat Sinterklaas eigenlijk voor werk verzet. Hallo mevrouw. Het is een beetje koud. En nat. Ja. Maar dat mag de pret niet meer. Nee, we zijn ontzettend blij. Maar hier staat, dit is de mooiste Piet van het dorp. Ja? Wie is dit? Nou, volgens mij een hele lenige Piet, zag ik. Oh. Ja, een hele lenige. En wat vindt u van deze organisatie? Geweldig. Ja? Ja, prachtig. Ja. En ondanks de regen? Oh, maakt niet uit. Nee. De kinderen stralen, dus dan maakt de regen niks uit. Had u dit verwacht, deze drukte? Maar ieder jaar is het toch eigenlijk best wel heel goed bezocht. Ja. En de kinderen staan al ver klaar op de brug, dus het is ontzettend schattig weer. Ja. Nou, leuk. Dankjewel. Ja, geen dank. Wie hebben we hier? Dag mevrouw. Hoi. Komt u vaker hier? Ja, af en toe. Ja? Ja. Wat vindt u van de intocht eigenlijk? Nou, op dit moment een beetje nat, maar altijd wel heel leuk voor de kinderen. Ja, ze zijn altijd weer zo blij en al die blije kinderkopjes, dat is het belangrijkste, toch? Ja. En vinden jullie het leuk? Ja, hartstikke zelfs. Ja, konden jullie wel een beetje slapen? Ja. Ja? Ja? En heb je je schoen al gezet of mag dat nog niet? Dat mag, maar dat gaan we zo doen. Gaan jullie straks doen? Ja. Ach, wat leuk. En jij? Jij ook? Ik ga dat zo ook straks doen. Ik heb er zoveel zin in. Heb je er zoveel zin in? Ja. Heb je ook een verlanglijstje gemaakt? Nee, nog niet. Nee? Jij? Ik heb hem ook al af. Ik heb er 2. Hebben jullie ook een kleurplaat? Ja. Heb je die ingeleverd? Nee, nog niet. Oké. Okay. Ik heb hem niet ingeleverd. Oh, nog niet. Nou, wat leuk. Hoi. Komt u vaker hier? Ja, zeker. Ja, absoluut. Oh, die wil niet met me praten. Maar misschien wil mama met me praten. Jawel hoor.
Ja. Eva vindt het gewoon super spannend. Ja. Ja. Maar dat is ook wel zo. Zeker weten. Dichterbij, ja. Nee, mag niet. Oh. Eva, ze wil even praten. Die pepernoten zijn lekker, hè? Heb je veel pepernoten al gegeten? Eva, heb je veel pepernoten gegeten? Jazeker, hè? Ja, die vind je heerlijk. Zeker weten. Nou, dankjewel. Veel plezier straks zo. Hoeveel zijn jullie? Met z'n viertjes. Met z'n viertjes. Ja. Woont u in Oosthuizen? Ja, ja. De Krommert. Dus we zijn er elk jaar bij. Ja. En hebben de kindjes al hun verlanglijstje gemaakt? Nee, dat gaan we vanavond nog doen. En, we kunnen ze in de schoen zetten. En de schoen zetten, wat ja. Leuk. Hè? Je kan Sinterklaas ermee. Ik ga appel zetten, appel. Ga je appel erin zetten? Voor Sinterklaas of voor zijn paard? Voor Sinterklaas. Ja. Sinterklaas moet wel wat gezonder leven natuurlijk. Ik ga er twee in zetten, twee appels. Twee appels? Oh, wat leuk. En wat vindt u van, komt u vaak in de werkkamer? Fijn. Is het de eerste keer? Eerste keer. Eerste keer. Ja. Eerste keer in de werkkamer, hè, Dinant? Ja. Ja. Spannend. Spannend. Ja, veel plezier. Gaan we gauw kijken, Dinant. Goede avond inmiddels, of is het nog middag, namiddag? Ik zie hier EHBO staan. Is dat geregeld? Is dat elk jaar zo? We staan er elk jaar weer bij, jazeker. Ja. En waarom is dat eigenlijk? Ja, je weet het niet, als er wat gebeurt moeten we helpen. Ja. En we zijn van de gemeente uit verplicht om te helpen. Ja. Dus ja. Ja, dat is wel, als er dus een bepaalde organisatie is, een evenement, dan wordt er beroep op jullie gedaan. Ja. En gelukkig is er niks gebeurd nog. Er hoop... nooit wat hier nou, nee. Ja. Nee, laten we het vooral zo houden dat er niks gebeurt. Gewoon gezellig aan. Ja, hartstikke leuk. Handhaving is ook aanwezig. Ja, je weet het niet. Het is een evenement. Het is toch een organisatie. En qua veiligheid moet het goed zijn. We gaan via de artiesteningang, noem ik het even. Ik ga even kijken of ik... Nou, hier staan we dan. Dit is, ja, ik noem het even de zijingang van de kerk. En de artiesteningang. Binnen is dus de werkkamer van Sinterklaas. En volgens mij zijn de Pieten, het Sinterklaascomité, echt al een jaar bezig voor de organisatie. En laten we vooral kijken hoe dat er nu uitziet. Nou, fijn. Dank u, loco burgemeester. Hey, is dat niks? Wat een drukte. Gezien. Nou, draaien jullie op. Ja, want alle... Ja, kijk eens. Nou, pas op voor het afstapje. Duim omhoog. Ja. Hey, spreken we één ding aan. Nou, het is in ieder geval droog hier binnen. Maar niet warm. Maar dat mag de pret niet bederven. Ik zie echt verschillende hoeken. Er wordt al glühwein volop chocomel, warme chocomel uitgedeeld. Ik vind het wel leuk om even te kijken wat er allemaal te doen is. Hier hebben we de fotostudio. En hier kan je dus met een Piet op de foto. En ik zie allerlei pruiken. En ik ga even naar deze Piet toe. Bent u fotopiet? Ja, ik ben vandaag de fotopiet, ja. Wat leuk. En wat betekent dat eigenlijk? Nou, dat kindertjes willen op de foto met Piet. En die gaan dan zelf eventjes uitkiezen welke lijsten. Want ik heb twee verschillende lijsten meegenomen. Oh, ja, leuk. Ja. Ze staan al in de rij. Ja. Ze vinden het toch een beetje eng, denk ik. Nee hoor. Nee, ze vinden het helemaal niet eng. Nee hoor. Nee, ze komen heel graag bij deze Piet. Ja, erg leuk. Nou, veel plezier. Dankjewel. Ja hoor. Ja. Dag jongeman. Ja? Hoe gaat het met u? Goed. En ben je al een rondje geweest? Ja. Wat is er allemaal te doen? Medicijnen maken met, en dan stampen. Spelletjes daar. En nog cadeautjes inpakken en tekenen. En chocolademelk halen. En chocolademelk halen? Ja. En heb je dat allemaal gedaan? Niet allemaal. Nog niet helemaal. Nou, veel plezier zo. Dank je. Ik heb begrepen dat u gisteravond ook hier was. Ja, en hoe ziet zo'n avond er dan van uit? Mocht u helpen? Ja, we hebben geholpen om alles mooi te maken voor de komst van Sinterklaas natuurlijk. En, want het blijft natuurlijk bijzonder en het moet natuurlijk fantastisch eruit zien als het komt.
En nu zijn al die kinderen hartstikke blij. Dus top. Helemaal goed. Bedankt. Dag Piet. Hallo. En nog Piet. Wat zijn jullie hier aan het doen? We zijn een potje bingo aan het spelen. Bingo? Met? Ja. Pepernoten. De hele tijd vals aan het spelen. Is ze wat? Wat is ze aan het doen? Ze speelt de hele tijd vals. Oh, ik voel hier een beetje oneenigheid. Maar goed, dat is overal. Ook in het land is er oneenigheid. Zelfs bij de Pieten is er dus ook oneenigheid. Succes met elkaar. De kinderen zijn hier met pepernoten aan het sjoelen. Hoe leuk is dat? Oh, bijna. Nou. Dag Piet. Hallo. En als het erin gaat, wat krijgen ze dan? Als er zoveel mogelijk in Sinterklaas of de anderen, krijgen ze zoveel punten, zoveel pepernoten. Nou, hoe leuk is dat? Er staan dus cijfers bij de poortjes. En als er een pepernoot doorheen gaat, dan krijgen ze zoveel pepernoten. Is het een spelletje, Piet? Boterkaas en eieren. Wat zeg je? Boterkaas en eieren. Oh, dat ken ik. Dat is een leuk spelletje. Zij is hartje en ik ga winnen. Oké, nou dat is wel leuk hoe ze dat doen. Begin maar. Ja. Begin maar. Oké, ik leg hem daar neer. Ja, let op. Kijk. 1, 2, 3, maar daar heb ik door. Kijk. En nu? En nu? Ja. Dit is zo jammer, hè. Ik had daar gewoon de derde neer moeten leggen, had ik gewonnen. Oké, nu ga ik hem hier neerleggen. Hey, zien jullie dat? Volgens mij, hè, heb jij... gewonnen. Jij hebt gewoon gewonnen. Nee, ik heb verloren. Ze hebben niet gewonnen, ik heb verloren. Ik begrijp helemaal niks van jij, hè? Nee, ik begrijp het ook niet. Volgens mij is dat hetzelfde. Ja. Ja, Piet, het volgens mij... Verliezen en winnen is niet hetzelfde. Zij heeft gewonnen, ik heb verloren. Dat is niet hetzelfde. Ja, u moet wel in de microfoon praten, Piet. Ja, anders horen de... Jij doet hem bijna in mijn mond. Het is geen ijsje. Het is een microfoon. Wel een hele gekke Piet deze. We gaan even door. Veel plezier. U bent wel populair, heb ik begrepen. Iedereen wil met Piet op de foto. Want ik ben natuurlijk de leukste Piet van de hele wereld. Heb ik net gehoord van de kinderen. Ik hoorde dat net ook van een andere Piet. Ja. Ik ben gewoon erg een populaire Piet. En wie wil er nou niet met deze Piet op de foto? En een zak pepernoten en foto's, jongen. Ik ben een fotomodel. Ik ben fotopiet. Dag Piet. U bent hard aan het werk hier. We zijn heel hard medicijnen aan het maken. Medicijnen voor wat? Ja, voor alles wat je kan bedenken. Ik ben ook heel pittig. Kan jullie wel even laten zien hoe ik dat doe met de kinderen? Ja, ik wil even kijken hoe dat gaat. Kijk eens. Ja. Dan pak ik hem zo. Mag je hem zo vasthouden? En dan gaan we het zo drukken met dat ding. Dat ze plat gaan. Als ze allemaal gebroken zijn. Kijk eens. Dan mag je hem zo pakken. En dan zo ronddraaien. Dan wordt flink gestampt. We malen hem helemaal rond naar medicijn. En de meeste kinderen kiezen toch voor medicijn kiespijn. Voor de kiespijn. Medicijn voor de kiespijn. Dus dit is de apotheek. Dus dit is denk ik de... Het ziet eruit als een knutseltafel. Ja, want ik zie tekeningen, ik zie potloden, ik zie pritstift. En de kinderen zijn volop bezig. Dag meneer. Dag mevrouw. U bent hier met uw kinderen? Ja, dat klopt. Ja? Hoe vindt u de intocht? Ik vind het geweldig. Ja? Ja. Wat goed. En heeft u ook een bijdrage gedaan voor als vrijwilliger om dit te organiseren? Ja, we hebben natuurlijk gedoneerd in de collectebus bij huis. Wat leuk. Ja. Nou, hartstikke leuk. Ja. En bent u ook... aan het helpen om een knutselwerk te maken? Ja, ik sta te wachten totdat ik mag gaan knutselen. Maar er staan steeds kinderen voor. Ach, ja, het is een kinderfeest natuurlijk, hè? Oh, is dat het? Oké, nou dan hou ik me nog wel eventjes gedijst. En ook hier zie ik dus nog steeds kerstpapier. Ik zie het al, het is de verliefde Piet. We gaan even naar de verliefde Piet toe. Dag Piet. Oh, dag. Ja. Hi. Ik zie toch dat er iets niet goed gaat. Fout. Ik zei het al, het gaat toch weer fout. Toch weer kerstpapier.
Ja, is mijn schuld. Heb jij het ook gezien? Nee, eigenlijk nog niet. Ja. Heb je er wat van gezegd tegen deze Piet? Ja. Goed. Ja, ja. Het is maar goed dat de kinderen helpen, want anders dan zou ik nergens zijn. Ja, maar als verliefde Piet, ja, dat begrijp ik wel. Ja, dan zit je toch met... Ik heb een roze bril, hè? Ja. Dus je kijkt, ja... Ik begrijp het. Ja, je zit met je hoofd in de wolken. Ja. Ja. Maar goed, ik hoop niet dat Sinterklaas heel erg boos op u is geweest. Ja, ik hoop het ook niet. Kijk, het is iets leuks, hè? Dus we benaderen het positief. Gelukkig, gelukkig. Ja, ja, volgens mij is het ook wel een vergevensgezind Sinterklaas. Oh, dat is hij zeker. Zeker, zeker. Hij is altijd aardig. Ja, absoluut. Nee, nou, hartstikke goed. Hij gaat snel weer door. Nou, ga vooral door. Dag, dag Piet. Hi, u bent, wat vindt u nou van uw collega die af en toe toch nog weer de kerstpapier erbij pakt? Ja, ik weet het niet. Ik zag het net ook al en toen dacht ik, nou, wat ben je nou aan het doen? En toen op een gegeven moment een paar kinderen die zeggen, wat, je hebt kerstpapier, ben je aan het inpakken? Nou, en ik kijk naar er al die cadeautjes ingepakt. Ja. Nou, goed. En toen dacht ik, ja, wat, ja, dan maar weer uitpakken. Ja. Maar u helpt gewoon mee? Nee, nee, ik ben echt de hoofdpiet hier. Ah, ja. Ja. Van de inpaktafel dan, ja, hè. Ja. Zo zie je, maar het is toch wel een hele logistieke uitdaging voor de pieten om het voor elkaar te krijgen. Om alle cadeautjes goed in te pakken. Hier is het goed gegaan. Oh, deze niet. Dit is toch wel kerstpapier. Nou ja, dus als je verliefd bent, dan kan je af en toe wel eens een foutje maken. Sinterklaas blijft toch de hoofdthema van vandaag. Immens populair. Iedereen wil graag op zijn schoot. Nog even een foto maken. Daar, sommige kindjes vinden het toch wel spannend om bij Sinterklaas op zijn schoot te gaan. Daar, nog even lekker op. Op de foto. Ze krijgen nog een pepernootje erbij. Wou we ook even op de foto? Nou ja, mag ik ook even op de foto? Maar Sinterklaas... Ja. Het is toch wel bijzonder om te zien dat er een rij staat voor u. Ja, 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 dat is heel bijzonder, heel bijzonder. En het mooie is dat... Nee, dat zeg ik maar niet. Nee, nee. Nee, nee. Nou, bent u klaar, hè, meneer Poets? Ja, nou, ja, dat fijn. Is mooi. Dank u wel. Nou, heb ik gewoon ook nog eens op de schoot van Sinterklaas gezeten. Hoe bijzonder is dat? Nou, mijn dag kan niet meer stuk. Zeg Piet, hij heeft al betaald. Ik krijg ook nog pepernoten. Nou. Zeg Piet, heeft ze al betaald? Oh, ja, dat kost geld. Ik heb begrepen dat ik moet betalen. Voor de kinderen is het gratis, maar voor volwassenen kost het geld, ja. Laten we snel wegwezen hier. Ja, doen we een tikkie. Ja, het blijft bijzonder hier. Deze organisatie in zo'n, toch wel een heel historisch kerk. Ik weet niet of je al hebt ingezoomd op het bed van Sinterklaas, want ja, hij is wel de hele dag en avond bezig om alle... kleurplaten te bekijken en al die kinderen die op de foto met hem willen. En natuurlijk heb je dan af en toe als iets wat oudere man, ik moet natuurlijk wel een beetje oppassen met wat ik zeg, iets wat oudere man, dat hij af en toe een dutje gaat nemen. En dit is het bed van Sinterklaas. Toch bijzonder dat we dat in Oosthuizen hebben, hè? Wij hebben gewoon het bed van Sinterklaas gezien. En hij blijft dus ook hier slapen, denk ik. Zodat hij vanavond nog met zijn pieten alle schoentjes kan gaan vullen. Alle huizen langs. Iedereen heeft het natuurlijk koud. Dus we staan in de rij voor de warme chocomel en een warme glühweintje. Hallo. Ik zie hier ook twee dames staan. Ja. U ziet er erg dorstig uit. Ja, we zijn ook heel dorstig. Nou, wij zaten thuis te kijken en we vonden het zo leuk. Ja, ja. Dus ik denk, we gaan even kijken in de kerk. Hoe leuk is dat? Ik moet aan Jack doen, want Jack zit thuis te kijken. Nou. Doei, Jack. Heb je dat gehoord, Wim? Hoe leuk is dat? Dus ze waren thuis aan het kijken. Naar ons dus. Ja. En toen dachten ze, dat is zo gezellig. Wij gaan er gewoon live naartoe. Ja, helemaal. Ja, klopt. Ja, zeker met z'n tweeën. Hebben jullie al wat te drinken gehad? Nee, dat gaan we nu doen. Ze krijgen ook wat te drinken. Nou, hoe leuk is dat? Ik loop even naar deze mevrouw. Want zij is van het Sinterklaascomité. En ik wil graag even weten hoe dat gaat, zo'n organisatie. Nou, het is eigenlijk altijd heel druk. En in september gaan we als comité allemaal al bij elkaar zitten.
En dan gaan we er natuurlijk allemaal ideeën verzinnen van hoe we er weer een fantastisch feest van kunnen maken. En ja, zoals je nu ziet, is dat dit jaar ook weer gelukt. Ah, super. En bent u nog iets tegengekomen dat ik denk van nou, dat ging wat minder? Ik hoorde een beetje dat de boot een beetje vertraging had. Dus ik dacht, nou ja, als die brug maar open gaat, dat is gelukkig goed gegaan. Dus hij is er weer. En tevens wil ik eigenlijk ook nog even alle collectanten bedanken. Iedereen die geholpen heeft met versieren, het allemaal weer mooi maken. En alle mensen die komen voor deze, dat het weer een fantastische opkomst is. Superleuk om te horen. Dus het blijft een vrijwilligersfeest. Het is dus met het geld van de collectanten en de sponsoren dat dit mogelijk is gemaakt. Wij zijn meegegaan met de boot. En op de boot hebben we ook heel veel dingen gezien. We hebben, het was ook hommeles. Maar ook het logistiek proces op zo'n boot. Ja, drukte van je welste. Uiteindelijk zijn we terechtgekomen bij de brug in Oosthuizen. Kade vol met mensen en jongeren die Sinterklaas aan het opwachten zijn. Waren met liedjes en spanning, vooral spanning. Heel groot, een banner met welkom Sinterklaas. Elk jaar weer of geen weer. Sinterklaas blijft populair hier. We hebben de lokale burgemeester. Helaas kon de burgemeester zelf niet aanwezig zijn dit jaar. Maar dat mocht ook de pret niet bederven. Ondanks het weer, ondanks de afwezigheid van de burgemeester. Lokale burgemeester, die kon gelukkig wel. Die heeft ons Sinterklaas ook welkom geheten. We zijn daarna doorgegaan meteen naar de werkkamer. En de werkkamer bevindt zich in een heel bijzondere locatie. De historische kerk in Oosthuizen. Het ademt ook echt super. Ja, het is echt mooie ambiance om hier binnen te zijn. Elk jaar bevindt Sinterklaas zich hier, maakt de kerk zijn werkkamer. De pieten hebben allerlei plekken waar je dus kunt knutselen, waar je kunt spelen, waar je pepernoten kunt bakken. De glühwein en de warme chocomel wordt uitgedeeld. Ze krijgen ook nog eens een cadeautje. Ze krijgen ook nog pepernotendeeg, zodat ze thuis nog pepernoten kunnen afbakken, de kinderen. Ja, kortom, het blijft een feest. Dit is het wel zo. We gaan hem inpakken vandaag, de uitzending. Hartstikke leuk dat jullie hebben gekeken. En we hopen jullie volgend jaar weer te zien. Wij gaan verder met de cameraman Wim. Wij gaan nog even een glühweintje nemen. En ik zeg alleen proost, tot de volgende keer.